Mijn naam is Ronnie Overgoor en ik ben dagvoorzitter en presentator van zakelijke events. En zakelijke events, dan hebben we het op dit moment over online events. En daarbinnen hebben we het in heel veel gevallen over talkshows. Voor klanten, voor collega's. En voor veel bedrijven is dat nog best lastig, omdat ze dat nou eenmaal niet elke dag doen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Ik deel 5 tips, aandachtspunten, die jou wellicht behoeden voor het maken van fouten. Of in ieder geval voor een hoop stress en ellende en misschien wel geld weggooien wat niet hoeft. Dus die deel ik super graag met je. Ik hoop dat je er wat aan hebt. De eerste. En ik ga er even vooraf vanuit dat, zeg maar, het strategisch kader, hè, dus waarom wil je het organiseren, voor wie wil je het organiseren, wat wil je eruit halen, dat die gedachte al bij jullie de revue is gepasseerd. Dus dat al zo'n beetje is besloten. Dus dat is even een uitgangspunt waar ik vanuit ga. Dan kom ik op mijn eerste aandachtspunt. En dat is scoping als het gaat om budget. En daar kunnen we heel geheimzinnig over doen, maar ik hou niet zo van geheimzinnig doen, dus ik deel daar graag mijn ervaring in ieder geval met jullie over. En dat ik zou het kunnen indelen in een drietal soorten benaderingen die je kan kiezen als het gaat om het scopen van budget. De eerste, en dat is, we gaan het lekker allemaal zelf doen. We hebben weinig budget, dus we zetten wat webcammetjes neer, we plaatsen ergens een tafeltje, we gaan veel dingen zelf doen, we huren misschien een presentator in, maar daar houden we het dan ook bij. Dat kan, en dan zou je bij wijze van spreken voor enkele duizenden euro's, zou je al een heel eind kunnen zijn. Alleen bedenk je dan wel dat de doelgroep is televisie gewend, is YouTube gewend. Dus het grote risico van deze zogenaamde low-budget talkshows is dat je de kijker teleurgesteld. En met dat ook het risico loopt dat heel veel kijkers na een paar minuten zeggen van, nou ja, weet je, daar heb ik niet zo'n zin in. Dat ziet er amateuristisch uit. Dus het heeft een zeker risico. Ik wil niet zeggen goedkoop is duurkoop, maar denk daar wel over na voordat je die keuze maakt. De tweede scope die je kan kiezen is, we willen gewoon een strakke talkshow. Geen toeters en bellen, maar wel een professionele setting, een goede studio, een professionele presentator, een strak script met een aantal gasten aan tafel, wellicht een instartvideootje die we kunnen laten zien. Gewoon een professionele talkshow. Denk aan een budget van ongeveer 15.000 euro. Dat is in ieder geval vanuit mijn perspectief. En nogmaals, ik presenteer hier geen waarheden, alleen mijn waarheden die ik op basis van mijn ervaring met je wil delen. Denk dan aan een budget van ongeveer 15.000. Dat kan ook wel wat minder zijn en het kan ook wel iets meer zijn, maar ik denk dat dat een goed bedrag is waarbij je een goede, professionele talkshow kunt produceren. Inclusief platform, inclusief stream, inclusief studio, inclusief crew, inclusief presentator en inclusief een mooi redactioneel script. Dat is in ieder geval waar ik het voor doe. En de derde scope die je kan doen is, jongens, alle toeters en bellen. We willen er een band bij, net zoals op televisie, dat bij elk blokje dat er een band een korte tune speelt. We willen mensen virtueel invliegen met allemaal calls en kortom, we willen een hele hoop interactiviteit en een quiz en willen er eigenlijk een soort online event van maken. Nou, en dan kun je het zo gek maken als dat je wil. Ik heb producties gedaan van 50, 60, 70.000 euro. Dus dat zijn eigenlijk de drie scopes. Maar ik denk dat het goed is om voordat je begint je dat te realiseren. Gaan we inderdaad voor een paar duizend euro zelf hobbyen, noem ik het maar even. Gaan we een professionele, strakke show neerzetten voor pak een beet 15.000 euro. Of gaan we echt alle hands aan dek en gaan we gewoon dik spenden, maar dan ook een waanzinnig iets neerzetten. Het volgende aandachtspunt is de partnerkeuze. Oftewel, met wie ga je dit organiseren? Er zijn natuurlijk verschillende partijen betrokken altijd bij het organiseren van een online talkshow. Je hebt de studio, je hebt in veel gevallen toch iemand nodig zoals ik die het presenteert. Je hebt iemand nodig die de redactie doet. Je hebt wellicht iemand nodig die het platform regelt. Dus je hebt een aantal partijen nodig. En dat is even uitzoeken. Maar ik denk de belangrijke tip die ik je hier in deze video wil meegeven is, zorg dat in ieder geval degene die jij inhuurt als hoofdaannemer, die je de opdracht verstrekt, zorg dat die turnkey voor jou alles gaat regelen. En nogmaals, ik ken de persoonlijke situatie niet van jou, maar de meeste opdrachtgevers die willen niet 4, 5, 6 partijen allemaal aansturen. Die willen geen vragen krijgen over welke type camera's of andere technische details. Die willen gewoon eigenlijk één iemand waarmee ze om de tafel kunnen zitten en kunnen zeggen, oké, jongens, dit willen we, dit zijn onze doelen en regel het voor mij. En korte sponsor alert,
ik ben degene vaak die dat voor opdrachtgevers... Ik vind het heerlijk om die hoofdaannemerrol op te pakken. Waarbij ik de presentator ben, maar ook zorg voor het redactionele script. Waarbij ik de partij aanstuurt die de studio heeft. Het platform, de stream. Ik regel alles voor een klant. En dat vinden opdrachtgevers vaak heel erg prettig. Nou, dan hoeft het niet mij te zijn. Maar zorg wel, dat is in ieder geval mijn advies... dat je één partij inschakelt die voor jou alles regelt. Om het concreet te maken, dat is niks ten nadele van studio's. Maar er zijn bijvoorbeeld studio's en die zijn gewoon heel erg facilitair ingericht. Die kunnen een prachtige talkshow produceren, maar doen verder ook niks. Dus die hebben geen redactionele expertise, die hebben geen projectmanagement expertise. Dus dan kun je wel een prachtige studio huren, maar dan is het plaatje nog niet compleet. Dus denk goed na over de partnerkeuze. En er zijn ook studio's die dat wel bieden. Maar zorg ervoor dat je daarin een goede keuze maakt. Dus de partnerkeuze is gedaan. Zorg dan, en dat is vaak een ondergeschoven kindje, dat je heel duidelijk hebt belegd wie de redactie doet. En wat bedoel ik met redactie? Dat is het vertalen van jouw doelen in een leuke talkshow. Hoe lang moet die talkshow duren? Wie zit er aan tafel? Gaan we tafelwissels doen? Hoe lang moet een interview duren? Gaan we kijkersvragen doen? Noem maar op. Allemaal dingen die absoluut het verschil maken tussen een talkshow waarvan jouw kijkers zeggen, wauw, de tijd vloog voorbij. Of kijkers waarvan 60% na 10 minuten wegklikt. En vaak is dat een ondergeschoven kindje. Het is sommige opdrachtgevers die proberen het zelf te doen, maar ik waarschuw, dat is echt een vak. En je moet niet omdat ik nou arrogant wil lopen doen, maar ik heb natuurlijk zoveel talkshows gedaan. Dat ik heel makkelijk jouw vraag kan vertalen in zo'n format, in zo'n script. Dus en of ik het nou doe of een andere partij, dat doet er niet zoveel toe. In mijn geval is het super efficiënt, want ik ben uiteindelijk ook degene die aan tafel zit en die het gesprek leidt. Dus het is sowieso iets wat ik altijd als mijn primaire taak zie. Maar ik heb producties ook meegemaakt waarbij dat echt een ondergeschoven kindje was. En waarbij ja, er toch een gat viel. Dus zorg dat je redactie en script, dat je dat heel goed belegt bij een partij die daar verstand van heeft en die dat op een goede manier voor jou kan doen. Breng mij naar de vierde tip of aandachtspunt en dat is de werving van je kijkers. Vaak zijn, zeker als opdrachtgevers het voor de eerste keer doen, zijn ze daar vaak nogal enthousiast over. Ze zeggen, ja joh, we hebben zoveel mensen, we kennen zoveel mensen en die gaan we allemaal uitnodigen en het wordt super druk. Zakelijke online talkshows kennen heel veel concurrentie. Mensen zijn druk, hebben andere prioriteiten. Ze zijn met een klik, zijn ze weer weg. In dat geval is het zaak dat je de werving heel erg goed doet. En realiseer je ook dat als in veel gevallen de talkshow gratis is, hè, dus je wil bijvoorbeeld je klanten bedienen of weet ik veel, een andere doelgroep, maar ze betalen er niet voor, dat de no-show, dus de mensen die zich wel inschrijven ervoor, maar uiteindelijk niet komen, dat die soms wel 40% is of zo. Dus dat betekent dat als je 200 mensen hebt uitgenodigd, dat er niet 200 mensen uiteindelijk naar jouw talkshow komen kijken. Dus ben daar reëel in en zorg dat je die werving professioneel aanpakt. Nou, bij sommige opdrachtgevers zie ik dat allemaal prima is ingeregeld. Die hebben hun eigen nieuwsbrieven, die hebben contact met hun doelgroep. Die kunnen dat prima zelf doen. Maar in andere gevallen is het ook wel eens interessant om te kijken of je dat kan uitbesteden aan een andere partij of aan een partij die je daarbij kan helpen. Maar zorg in ieder geval wel dat je daar niet over enthousiast en in je initiële doelstelling, oh, we krijgen 1000 kijkers en dan uiteindelijk zit je met 50. Waarom is dat een risico? Want nogmaals, 50 geïnteresseerde kijkers kunnen heel waardevol zijn. Maar het moet wel in balans zijn met mijn eerste punt, namelijk je financiële scoping. Dus in zoverre is het wel een belangrijk aandachtspunt om mee te nemen in je project. En het laatste aandachtspunt, dat is het onderdeel live. En wat bedoel ik daarmee? Moet een talkshow altijd wel live zijn? Als het zo is dat je echt interactie wil met je kijkers, dan is live van belang. En dan heeft het ook daadwerkelijk toegevoegde waarde. Een kijker die mee kan doen met een polvraag en die polvraag wordt behandeld. De kijkersvragen kunnen behandeld worden aan tafel. Dan is het leuk, de kijker doet mee en het is echt een live bijeenkomst. Maar als dat niet zo is, stel dat om wat voor reden dan ook de talkshow toch meer is het zenden van of het informeren van, dan is de vraag of het wel live moet zijn. Want live is natuurlijk altijd wel een beetje spannend en een hassle. Dus je kan ook zeggen van jongens, we nemen hem gewoon op. Dat gezegd hebbende, en daar wou ik mee afsluiten, stel jezelf dan ook de kritische vraag of als dat zo is, of
een talkshow wel het meest interessante format is. Ik zit hier nu in mijn 7D-TV-studio. Ik neem hier wekelijks interviews op, 1-op-1 interviews. En die zend ik niet live, die stream ik niet live. Die gaan on-demand, gaan die online. Dus stel dat je voor hetzelfde budget van één talkshow van 15.000 euro... dat je daar misschien 5 of 7 of 8 gesprekken mee kan opnemen... die jij in de loop van de tijd online publiceert, dan bereik je daar misschien wel meer mee dan met één grote klapper talkshow. In mijn geval, 7D-TV, hebben we niet meteen gesprekken op, hebben we niet alleen gesprekken op YouTube, maar het is ook direct een podcast. Dus in zoverre kun je het budget voor één talkshow ook altijd op een andere manier spenderen. Ik hoop dat deze tips je kunnen helpen om op een goede en efficiënte manier datgene te organiseren dat je wil. En dat ook met name de output daarvan, het resultaat daarvan, datgene is wat je heel graag wil. Mocht je nou meer willen weten of je wilde met mij over sparren, ga dan naar www.dagvoorzitteronline.nl. Daar vind je meer informatie, je vindt daar ook wat referenties en je vindt daar ook mijn contactgegevens voor als je meer wil weten. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!